met je gids communiceren? Zo'n vraag die ook veel terugkomt bij mensen, hoe ze met hun gids of hun gidsen kunnen communiceren. Met gids bedoelen ze dan een spirituele begeleider of een helper op een hoger niveau, een astraal niveau. Nu, hoe doe je dat? Wel, ten eerste, die gidsen of die astrale helpers zitten op een ander niveau, zitten op een andere dimensie. Dus om er contact mee te hebben, moet jij ook een deel van je bewustzijn overbrengen naar die andere dimensie. Dat betekent dus dat je bewustzijnstoestand zult moeten veranderen. Dat brengt ons meteen tot de eerste sleutel. De eerste sleutel om contact te leggen met een gids of astrale helpers is je bewustzijnstoestand veranderen. Maar daarvoor zijn specifieke meditatietechnieken die je leren om je bewustzijnstoestand te veranderen. Maar je moet dus je staat van bewustzijn veranderen om dat contact te leggen. Tweede ding is, sommige mensen denken dat ze die hulp van die gids nodig hebben, omdat ze denken dat daaruit antwoorden zullen komen die ze op fysiek niveau misschien niet direct kunnen hebben of waar ze het moeilijk mee hebben om goed antwoord op te vinden. Dus willen ze dat eigenlijk uit handen geven en overdragen aan een helper en dat die een antwoord geeft. Nu, voor de meeste mensen is het juist niet aan te raden om die informatie te gaan zoeken bij een gids of een astrale helper. Maar is het meer aan te raden om te leren werken met het eigen bewustzijn en je via je eigen bewustzijn toegang te geven tot die informatie. In plaats van je vraagstuk uit handen te geven aan een astrale helper of een gids en in de hoop dat die een goed antwoord geeft. Gevaar daarbij is namelijk dat je, als je niet genoeg ervaring hebt met je bewustzijn, dat je in plaats van je informatie uit handen te geven aan een gids, dat je een soort gids creëert. En dat je antwoorden krijgt van die gids, maar dat het eigenlijk je onderbewustzijn is dat met jou aan het spelen is. Niet dat het echt informatie is die voortkomt van je gids. Dus altijd, als mensen mij vragen over hoe kan ik contact krijgen met mijn gids, dus altijd mijn eerste bedenken van, heb je dat contact met je gids wel nodig? In de meeste gevallen zal het veel interessanter en ook beter zijn voor die persoon zijn spirituele ontwikkeling, dat die persoon zijn eigen bewustzijn ontwikkelt tot het niveau dat hij antwoord kan krijgen op die vraag, in plaats van die vraag te willen voorleggen aan een extern iets, een gids. Nu, om contact te krijgen met gidsen is dus het veranderen van je bewustzijnstaat belangrijk. Daarvoor zijn specifieke meditatieoefeningen, maar je kunt ook je dromen gebruiken bijvoorbeeld. De eerste stap daarin is te leren hoe dat je je dromen onthoudt. Maar als je dan eenmaal je dromen kunt onthouden, dan kun je daarin vraagstukken voorleggen aan je gids. Omdat op het moment dat je naar die droomfase gaat, gaat je bewustzijn ook naar het niveau waarop die gidsen of astrale helpers zitten. En zo kan er communicatie optreden. Daarom dat er ook veel mensen zijn die tijdens hun dromen informatie krijgen of hulp krijgen of inzichten over de toekomst of inzichten over bepaalde probleemsituaties.